Ik dacht, ik ga vandaag toch even vloggen. En dan ga ik jullie gewoon laten zien wat ik op zo'n quarantainedag doe. Eindelijk, na bijna 2 maanden, is de lift af. Ja. Hey, heb ik hier zo'n dingetje? Heb ik hier zo'n rood lelijk hoofd? Ja, heb je. Oh, Willem! Kijk nou wat je doet, man! Maar er gebeurt toch niks? Jawel, toch? Jawel. En nu gaat hij los. Jezus, pik! Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag loop ik in een weiland samen met Ruben. Nou, wat gezellig, hey, jongens. Wat lekker, jongens. Ja, het is best wel een beetje weer een gekkige tijd. Iedereen zit echt weer een beetje in lockdown. We mogen niet meer het eten, winkels zijn dicht. Je kunt zeg maar weinig. En we hadden echt heel erg geluk dat wij nog op vakantie konden. Gelukkig. Het was hartstikke leuk. Maar we zijn weer terug in Nederland. En wij gaan nu bijna elke dag gewoon lekker een stukje lopen. Ja, want je moet toch wat, hè? Je moet toch wat. 10.000 stappen zijn belangrijk. Precies. Hoeveel stappen zet je ongeveer per dag? Ik heb in Oostenrijk, heb ik toen niet mocht snowboarden en skiën, heb ik gemiddeld 16.000 stappen per dag gezet. Ja, precies. Oké. Okay. Maar nu 9.000 denk ik of zo. Heb je wel een leuke vakantie gehad, ondanks dat je niet mocht skiën? Ja, prima. En je legt je erbij neer, hè? Je legt je erbij neer. Je legt je er gewoon bij neer en je gaat door. Maar goed, wat ik net ook al zei. Ben ik met Willem gaan hardlopen. En wij lopen nu bijna elke dag hetzelfde rondje. Kijk, als je het goed... Oh, nee. Nog niet. Nog niet. Doorlopen. Ja, je ziet het straks, maar hierachter zit ons appartement. En we lopen zeg maar nu hier in het weiland. Kunnen we een heel mooi rondje lopen. We kunnen of helemaal zo lopen... Maar meestal lopen we zo en dan daar omheen. En het is ook best wel een tip, weet je wel. Kijk, als jij nu niks te doen hebt met corona, ga gewoon lekker lopen, weet ik veel. Ga lekker je hoofd leegmaken. Lekker bewegen, het is altijd goed voor je, ja, voor je geest. Ja, maar op zich, weet je het is? Beweging is goed, maar het is ook lekker als je loopt, dan kan je lekker nadenken over dingen. Dus ja. Chill is als je met iemand loopt, kan je lekker praten. Mm-hmm. Maar als je gewoon je eentje met lekker oortjes in doet en lekker muziek luistert, is ook zo chill. Ja, ik vind dat het gezellig als je gaat lopen, dan ga je altijd gewoon lekker een beetje praten en je hebt ook zeg maar... Je hebt betere gesprekken. Ja, je hebt betere gesprekken ook puur omdat je gewoon tijd hebt om te praten en dat je niet bijvoorbeeld de tv aanstaat ook nog, weet je wel. Maar goed, ja, het is nu, wat ik al zei, een soort van halve quarantaine. Nou ja, halve quarantaine, we kunnen eigenlijk vrij weinig. Alleen, ik dacht ik ga vandaag toch even vloggen en dan ga ik jullie gewoon laten zien wat ik op zo'n quarantaine dag doe. En dat is eigenlijk vrij weinig. Ja, helemaal maar niks. Eigenlijk helemaal niks. Maar we maken er gewoon wat van, hè? Maar we maken er gewoon wat van. Ik had al lang geen video meer geüpload. Omdat, wat ik al zei, er is heel weinig om te filmen en te doen. Maar ik vind het toch leuk om een video voor jullie te maken. Dus vandaag... Jezus, wat ben je toch een lieve jongen. En vandaag een echt een lekkere quarantaine dag. Oh, gezellig, jongens. Ik heb er zin in. Kijk, jongens. Een prachtige regen. Een prachtige regen. Ook hier in de velden van Nederland. Niet normaal zeg. Ik zie je gewoon. Oh nee, daar gaat hij. Daar gaat hij. Oh, wat een mooie. Oh. Jezus, wat een apparaat. Wat een beeld. Wat een apparaat zeg. Wat mooi dat wij deze even mogen bezien en bewonderen. Bezien? Is het bezien? Bewonderen. Ik zei bezien. Is dat een woord? Nee, bezien. Nou jongens, we zijn nog steeds aan de wandel. Maar kijk, hier in de verte, dit dus. Dat is de Zuidas van Amsterdam. En kijk, nu zie je wel onze toren. Dat is dit ding. Goed, we moeten nog een stukje, dus hey, die is normaal. We moeten nog een stukje, dus we gaan nog even door. Ruben en Willem die letten best wel vaak op hun stappen, zeg maar. Dan kijk ik zeg van, oh, ik heb vandaag nog maar zoveel stappen gezet. Ik ben zelf niet echt daarmee bezig. Ik ga niet naar mijn gezondheid en dan ga ik kijken. Je gaat aan mijn gezondheid denken. Nee, ik ga niet zeg maar, naar die app gezondheid op Apple gaan kijken hoeveel stappen ik heb. Maar ik ben wel heel erg benieuwd zeg maar, of jullie daarover nadenken. Kijken jullie vaak bij de app gezondheid en gaan jullie kijken hoeveel stappen jullie hebben? Laat het even weten. Ik ben serieus benieuwd hoeveel mensen dat doen. Ik vind dus zeg maar dat het lopen wat leuker maakt, zeg maar. Dan heb je een soort van doel, weet je wel. Het is altijd leuk om het ja, doel dat te je, hebben. Dat je weet van, oh, ik heb inderdaad vandaag gewoon inderdaad veel stappen gezet. Ah. Pas dat ik niet word aangereden. Help! Mag ik zo eens kijken? Ga jij eens even kijken, hoeveel stappen heb jij? Ja, nu nog niet zoveel. 2,5. 2,5? Maar je ziet het gemiddelde is 9.200. Oké. Okay. Maar je ziet dus hier van Wintersport was het 16.000. 16.000 stappen. Ja, en hier dus weer weinig. Dit is de dag dat we aan het rijden waren. En toen weer 9, 7, 9. Ziek. Het is heel dik. Ja, ik heb niet heel veel stappen meestal. Ik heb er volgens mij iets gemiddeld heb ik iets van 6.000 of zo. Dat is toch ook al wel prima. Ja. Maar goed, laatst heb ik er wel 10.000 omdat ik elke keer het rondje ga lopen. Dus hey, we zijn gezond bezig. Ik ga even een nieuw rondje vinden straks hoor. Ja, het wordt wel een beetje saai. Willem en ik hebben laatst de hele serie, de filmserie van Hobbit gekeken. En we zijn nu bij Lord of the Rings. Maar blijkbaar komt dus de Hobbit voor Lord of the Rings. Maar ja, dat geeft al aan hoeveel wij doen tijdens de quarantaine. Niet heel veel. Dus we hebben laatst... Ik snap dus serieus niet hoe jullie 6 uur lang achter elkaar naar de Hobbit kunnen kijken. Ja, maar jij bent gewoon niet... Jij hebt een hele lage spanningsboog. Spanningsboog, concentratie. Concentratie, ja, dat is toch een spanningsboog ook. Ja, ik weet het, maar ik trek mij gewoon niet zo. Hoe kan je 6 uur lang stilzitten en daar gewoon...
paar draken en ridders en trollen kijken. Ja, ik vind het lachen. Gisteren. Nee, gisteren jullie slaap gevallen. Drie Lord of the Rings kijken, jullie allebei slaap gevallen. Ja, klopt. We vallen ook heel vaak op slaap. Terug van elkaar, maar opeens zie ik jullie allebei festhoud op die bank liggen. Ja, wij vallen ook heel vaak in slaap op de bank. Maar we hadden laatst inderdaad 5 uur Hobbit gekeken. Ja, ik vind het lekker. Helemaal dat je nu zeg maar echt niks kan doen. Dan maar dat. Nu heb je er tijd voor. Nu kan je het doen. Dus let's go. Ga maar, ga de Hobbit kijken, boys. We hebben het gehaald. En kijk eens, wat staat er weer mooi bij. Eindelijk. Na bijna 2 maanden. Is de lift af. Maar jongens, ik heb dus iets gehoord. Wat dan? Er waren hier dus, kijk, dinsdag of zo. Toen waren er mensen in deze lift geweest. En die zijn van 7 en 1 naar 3 gezakt. Echt? Die zeiden, kijk, we deze lift niet meer nemen. Uh-oh. Nou, ik hoop, we gaan als het goed is nu gewoon nog prima, man. Maar het is echt lekker, jongens. Het is nu een lekker spiegeltje, een mooie vloer, lampen allemaal. Ja, wat beter, hè? Ja, het ziet er helemaal die andere is wel trouwens gewoon. Ja, die andere is nog wel met hout gepakt. De eerste was natuurlijk alles gewoon op met houten platen bedekt, maar dat was natuurlijk ook voor... Ik denk dat ze die nog houden, dat heel veel mensen vanaf nu een beetje in gaan komen met verhuizen. Ja, anders gaat de hele lift kapot. Let maar niet op de troep, want dit is allemaal nog troep van de wintersport wat nog in de was moet. Maar kijk eens eventjes aan. We hebben eindelijk gordijnen, wij alle drie. Iedereen heeft ook dezelfde, het is een soort van een beetje ja, lichtgrijs, anthraciet, wat is het? Echt, het is zo nice. Ik heb voor het eerst sinds lange tijd ook weer een keer uitgeslapen. Ik werd vandaag wakker om, wat is het, 11 uur of zo. Maar ik vond het heerlijk. Maar dat komt natuurlijk ook door de gordijntjes, want als je dit ding nu dicht doet, let op hè. Dan is het nu, kijk, hier, helemaal donker joh. Komt echt bijna niks doorheen, dus dat is echt fucking nice. We zijn weer binnen in huis. Alleen, ik heb een vraag, want onze kerstboom staat hier nog. We hebben hem niet eens aangezet vandaag. Alleen, is het gek dat onze kerstboom hier nog staat? Het is nu 6 januari volgens mij. Ja, het is 6 januari. Ruud, volgens mij moeten we vandaag ook de kerstboom weghalen. Het is nu leuk geweest. Kerst is voorbij. En ook helaas, Richmond moet de berging weer in. Richmond, het was hartstikke gezellig. Hij heeft alleen zijn biertje niet opgedronken. Maar goed, we gaan vanmiddag ook eventjes deze boom helemaal, ja. Maar goed, we gaan deze boom vanmiddag eventjes lekker ontleden. Maar goed, we gaan de ballen eruit halen. En dan moeten we eventjes kijken hoe we deze boom naar beneden kunnen krijgen. Want als we hem door het appartement gaan slepen, liggen natuurlijk overal naalden. En dat is ook niet ideaal. Dus moeten we de hele tijd met de stofzuiger achteraan. Maar goed, we zijn weer binnen. En eigenlijk wat wij tijdens quarantaine doen is niet zo heel veel. Ruben die speelt heel veel FIFA met Willem. FIFA? Ja, toch? Ah, dat dan mee. Oh. Maar we spelen af en toe lekker potje. Ja, gewoon af en toe een potje FIFA. Ik speel eigenlijk bijna nooit FIFA, omdat ik er en niet heel goed in ben. En ik vind het ook niet heel erg leuk. Maar ja, wat ik dan gewoon ga doen is meestal gewoon een beetje... Of ik ga hier chillen op mijn laptop. Of ik ga, zoals wat ik nu aan het doen ben, een broodje eten. Want dat is ook een hele leuke bezigheid. Of ik ga natuurlijk gewoon muziek maken op mijn kamer. Maar goed, we gaan vanmiddag eventjes richting Haarlem. Even langs mijn moeder. Willem is aan het werk, dus dan gaan we ook eventjes langs. Kan misschien wel leuk zijn. Even een koffietje drinken bij Bill. En dan... Ja, dan zien we het verder wel vandaag. A few moments later. Hey. Hey, Wim. Het is een beetje tegenlicht. Ik zie even niet hoor. Oh, hey. Zo, ja, ik wilde. Wat ben jij vroeg thuis? Eigenlijk vroeg thuis. Ja, wij dachten we komen langs. We gaan zo naar Haarlem, maar ja. We dachten we komen even langs. Bij? Bij waar jij werkt. Oh, maar de wet is helemaal niet open, joh. Gekkie. Hey. Nou, fijn dat je er weer bent. Maar wat heb je gedaan vandaag? Niks, we hebben net gelopen. Oh. Maar we gaan zo even met z'n drieën de kerstboom weghalen. Oké, met wie nog meer dan? Met Ruben in. Oh. Jij. Oké, maar ik heb daar helemaal niet zo zin in, eigenlijk. Maar we moeten even die doosjes uit de berg gaan pakken. Ja, eerst al die ballen eruit. En, ja. Maar dit, jongen, dit... Wacht. Hij gaat bij jou op je kamer, hè? Dat weet je natuurlijk. Hey, het laat niet heel erg los. Ja. Nee, valt ook wel mee. Het valt serieus wel mee. Want kijk maar daaronder. Dus ja. Dat hebben we eigenlijk helemaal niet gehad. We hebben ook niet heel veel naalden gehad die vielen. Maar ja, we moeten dit ding nog... Dat is zo'n onzin. Ja. Ik heb zo vaak stof gezogen. Oh. Ja, nee, maar toen was ik op vakantie, dus ik zag het niet. Maar goed, we moeten waarschijnlijk gewoon even met de stofzuiger erachteraan lopen. Want ja, anders zit natuurlijk heel de gang onder. Maar het is tijd om naar Haarlem te gaan. We gaan naar Haarlem en we hebben eigenlijk nog helemaal geen idee. Maar we gaan gewoon lekker de auto instappen en we gaan wel zien wat we gaan doen. Ja. Wat gaan we eigenlijk naar hem doen? We gaan even... Langs mama. Langs mama, oké. Okay. Wim, ga je mee langs mama? Hé, hey, wacht. Hey Google, doe de licht in de woonkamer uit. Alles. Moet je zeggen. TV ook. Hey Google, doe alle licht in de woonkamer uit. Nee, je snapt het niet. Oké, zie, hij doet het wel gewoon. Hey Google. Alles is al uit. Doe de televisie. Oh, die is al uit. Heel goed, Willem. Oh jongens, ik wil niet stoken hoor, maar... Goed, kijk eens. Sonos TV Control TV. Google, hey! Stoppen, Google. Kijk eens wat we hebben meegenomen vanuit Oostenrijk. Een flesje Jägermeister. Ja.
Maar jongens, doe maar geen alcohol. Alcohol is slecht voor je. Behalve als je 18 plus bent. Dan is het heel goed voor je. Dan is het opeens goed voor je, toch? Of niet? Nee. Kijk die Amerikaanse vlag, man. Ik vind dat wel een beetje nazi-achtig bij een van hier. Ik weet niet. Nee, maar ik weet niet. Het is gewoon een beetje zo van. Wat heb jij met Amerika dan? Niet veel, maar ik kreeg een schilderij van mijn oom. Ja, nou, dan is hij wel leuk. Is goed, laat hangen dan. Ja, is goed. Willem heeft ook mooie gordijnen. Mooi hoor. Ben je er blij mee? Gebruik ze niet. Oh, oké, okay, stoer. Jongens, ik heb ook weer nieuwe schoentjes in de collectie. Ja. En ik had deze, dat zijn gewoon een soort van eigenlijk Air Force, maar dan van Tommy Hilfiger. Maar ze waren in uitverkoop. En ik heb voor €50 nieuwe gekocht. Maar nee, ik praat zeg maar met de mensen die naar deze video kijken. Dus ongeveer. Oh, je weet je ook hun namen dan? Ja? Noem dan. Willem kijkt. Ruben kijkt. Ik weet sowieso dat jullie kijken. Ik ga niet kijken hoor. Bart. Petra. Sophie. Petra. Emma. Emma, Amber. Ella. Maar goed jongens, de schoenencollectie begint best wel een beetje groot te worden. Dus misschien moet ik eventjes kijken wat weg kan en wat moet blijven. Maar goed, nu even. Kom, we gaan. Die kwam ook eigenlijk uit de lucht vallen. Maar goed, we hebben meer dan zat. Ja, leuk hè Wim. Die spiegel in de lift is toch nice. En dan kom je hier en dan heb je weer een spiegel. Je kan alleen maar naar jezelf kijken. Oh. Kijk, ik weet niet of jullie dat al hebben gezien of dat ik het al in de vlog heb laten zien, maar ik heb nu mijn winterbanden eronder. Oh wacht, volgens mij heb ik dat wel laten zien. Maar Ruben zei het net ook al, dit staat ook best wel leuk in plaats van die zwarte. Maar goed, we stoppen de auto in! Nou jongens, zitten we in de auto. Ja. Wat gaan we eigenlijk doen hier? Ja, Willem kwam met een briljant idee om lekker naar het strand te gaan en even een koffietje af te halen. Goeie! Dank je. Allebei hetzelfde idee. Geef jongen een bol. Sorry. Nee, wij gingen gewoon eens. Dat hebben we ook zeg maar tijdens die quarantaine. Wij vinden het gewoon leuk om af en toe gewoon even de auto in te stappen en gewoon eventjes. Ja, gewoon even te gaan rijden. Want dan ben je er toch even uit. Net als dat we vanochtend gingen lopen, gaan we nu gewoon even naar het strand. Gaan we even een koffietje halen. Misschien even kijken of we daar ergens kunnen zitten. Gewoon in de zand of zo. Ja. Nou, ik denk dat dat wel gaat lukken hoor, Finn. Nee, je moet niet. Zand. Dus misschien dat ik ergens op het zand kan zitten. Ja, er is vast wel ergens zand. Ja. Maar goed, we gaan even lekker naar het strand. Koffietje halen! Oh, jongens! Wat een wind! We zijn er! Nee, ik weet serieus even niet waar je koffie kan halen. Jij zei dat je hier koffie kon halen. Ja, het was wel, maar. Volgens mij heeft hij ons erin geluisterd. Ik heb eventjes een ding. Hey, hij heeft ons erin geluisterd. Hij heeft ons erin geluisterd, jongens. Godverdomme, Willem. Oh, moet je eens eventjes kijken, jongens. Een heerlijk zonnetje, blauwe lucht. Ik had gelukkig nog een dikkere jas in mijn auto liggen. Want ik had eerst zo'n dun vliesjasje aan, maar. Er staat een heftig windje. We moeten even een handdoekje regelen, kunnen we even gaan zwemmen. Ja, is goed hoor. Goed, ja. Het is in het water hoor. Oh. Daar is het weer. De wind. Waar kunnen we koffie halen jongens? Ik denk daar zo. We zijn op zoek naar koffie. Het is nog best wel druk op het stand met allemaal mensen die ook een beetje lekker aan het lopen zijn en zo. Het ziet er leuk uit. Het ziet er naar uit dat we daar koffie kunnen halen jongens. Okay. Yes! Dan is onze missie geslaagd. Ik moet wel zeggen jongens, het is best wel koud. Ik ga het bestellen. Blue wine? Kan je dat dingje bestellen hier? Een jeerbom. Dat is een jeerbom, ja. We zijn echt helemaal in de Oostenrijkse sfeer. We hebben besteld. Voor de oude huis is ook al met rum. Ja, ik weet niet. Ik vind blue wine niet zo lekker. Ik heb het eigenlijk nog niet echt. Maar je moeder is wel lekker. Die is wel lekker, hè? Ja, die was er wel oké. Nou, we gaan het zien. Kijk jongens, we zijn even koffie aan het halen. Laat me eens even zien. Een vogel. Hij heeft er geen zin in, Tim. Je moet hem niet wakker maken. Hey. Dat oogje. Hij lijkt hem op. Zou je kunnen praten? Wat zeg je nou? Niks. Ik zeg, hij lijkt hem een beetje op. Hij lijkt op jou. Hoezo? Hey vriendje. Oh, hier, hij is wakker. Hey! Hallo. Wat zei je? Sorry, wat zei je? Loop me niet weg voor je problemen. Oh, je zit naar die kat te kijken. Er ligt ook nog een kat. Kijk dan. Zou je zijn vriendje zijn? Nee. Hey! Een broodje worst. En een lekkere warme chocolademelk. Heb jij de rum in gedaan? Ja. Je hebt de rum in gedaan, hè, ja. Willem? Maar zonder schoon, hey. Ja, ik heb het gedaan. We hebben het hier over gehad, hè, Wim? Ja, sorry. Nou, jongens, je ziet het. We zijn de grap. Ook al is het quarantaine en lockdown, probeer gewoon te genieten van de kleine dingetjes. Ga een chocomelletje halen. Of ga lopen. Ga naar het strand. Eet een broodje worst. Eet een broodje worst. Wees Willem. Wees Willem. Dat wil je niet hoor. Dat zou ik niet doen. Oh nee, helemaal niet tijdens de lockdown. Nee, jongens, lekker genieten. Hoe je met je lul in de lockdown? Chocomelletje erbij, op het strand. Heerlijk. Zo, wat zijn nou Wim? Wat?
Nee, wat zei je nou? Nee, zei niks. Oh, oké. Ik hoorde namelijk iets geks. Hé, hey, heb ik hier zo'n dingetje? Heb ik hier zo'n rood lelijk hoofd? Ja, heb je. Nee, je hebt inderdaad zo'n dingetje. Ja, dat heb ik met... Auw! Dat heb ik altijd met deze bril. Dan komt er zo'n, komen er van die rode plekjes hier zo. Maar goed, we zijn weer lekker thuis. We zijn lekker op het strand geweest. En ik moet zeggen, jongens, ik ben een beetje moeig. Omdat ik natuurlijk al in de ochtend heb gelopen. We hebben nu weer allemaal dingen gedaan. Heel moe uit jij. Zie ik er moe uit? Zullen wij gewoon even een wijntje overtrekken? Misschien moeten wij gewoon even een wijntje overtrekken, hè? Ja. Ik ben echt lekker een beetje rozig. Gewoon dat ik zin heb om lekker op de bank te gaan zitten. Maar goed. Ik ga nog even te denken om misschien even te gaan hardlopen. Om te hard? Jij moet ook nog. Om te hard? Hard. Moet... Maat, ik heb vanochtend gelopen. Heel hard? Nee, maar wel gewoon hardlopen. Goed hoor. Oh ja, jongens, kijk. Nu zie je even goed het verschil. Dit is nog steeds de oude lift. Met dit is wel een veilige lift. En zeg maar, het met nou ja, gewoon alles hout, zeg maar. Nou, goed. Een mooi spul, jongen. En we komen weer boven met het heerlijke zonnetje. Oh, dit blijft zo lekker, jongens, dat lekkere licht. Alleen, we hadden laatst een feestje van Joris. En ik weet niet of jullie het goed zien, maar het hele ruit is helemaal smerig. Omdat, Joris die werd... Hoe oud is Joris geworden eigenlijk? 34 is Joris geworden. Geen idee. Maar toen hadden we dus van die champagneflessen. Die hadden we toen tegen het raam uitgespoten. Dus dat is niet heel handig. Maar moet je eens eventjes kijken, jongens. Wat een weertje. Het is tijd om de kerstboom weg te halen. Het is nu 6 januari en dat ding gaat eruit. Want we vinden hem een beetje overbodig nu. Kerst is al lang geweest. Dus we hebben hier de tas met alle verpakkingen waar de ballen in zaten. Dus die gaan we allemaal weer terug doen. Ik voel me best volwassen nu we onze eigen kerstversiering hebben. Zo. Ja, lijp is dat, hè? Ja. Dit is de eerste keer dat ik zelf kerstversiering heb gekocht. En een eigen boom. Maar we gaan weghalen, want het is mooi geweest. Oh, Willem! Kijk nou wat je doet, man! Willem is zo handig. Fucking idioot! Ja, is goed voor de content. Hebben we, ja, nou leuk, een kerstbal die op de grond valt. Hé, hey, hebben we überhaupt een stoffen blik? Ik heb een stofzuiger, zou ik zeggen. Oh ja. Ja, dat wel. Oh jongens. Wimpy, wimpy, wimpy. Met geluk. Ja? Ja, op 6 januari al. Op 6 januari al, ja. De boom is leeg, alle ballen zijn eruit. Helaas is er één bal gesneuveld omdat Willem niet even normaal kan doen. Maar goed. Zo gemeen, hè? Zo gemeen. Maar nu komt de moeilijkste taak en dat is om deze boom naar buiten te doen. En ja, we dachten eerst, nou, we gooien hem hier lekker door het raam. Maar ik denk niet dat het een heel slim en verstandig idee is. Alleen, dit gaat natuurlijk heel veel van die naaltjes allemaal loslaten. Dus dan ligt het hele gebouw onder. Dus ik denk dat we gewoon met de stofzuiger gewoon achteraan gaan. We hebben een beetje een probleem, want deze boom kan volgens mij niet door de gang, want dan krijgen we allemaal strepen op de muur. Hier, dus, oh. Hier, we snijden gewoon een stuk af. Hier, kom maar. Maar dan gaat het toch alsnog niet? Hoezo? Wat wil je met dat ding doen dan? Wil je er vanaf boven overheen? Ja, denk het. Ja, dit is ook wel een goede manier hoor. De boom is alweer bijna helemaal kaal. We zijn een beetje gaan, af gaan breken, af gaan zagen. Maar het gaat best lekker. Het gaat best goed. Dit doen we toch zelf, toch? Oké, heel erg voorzichtig met de jullie. Maar niet te hard. Turn. Daar gaan we. Het was een mooie tijd. Zullen we voor Herman's deur zitten? Ja, we zitten voor Herman's deur. Wacht, gaat dit wel passen? Ah joh, is je anders gekomen? Ja, dat is waar. Ook Ruben met dat ding erbij. Waarom gaan we hem überhaupt neerleggen? Zullen we dan nog even leggen? Heeft daar een kerst, man? Oh, je wilt hier. Standaard trap, ja, ik weet hoe je het doet. Kijk, hier staat hier G, open, close. Of draait hij gewoon in die boom? Weet jongens, dit gaat moeilijker dan gedacht. Kijk, zit er een systeem op. Ja, hij zit open naar links. Maar misschien moet hij naar de andere kant. Dit is de andere kant? Oh ja. Maar er gebeurt toch niks? Jawel toch? Jawel. En nu gaat hij los. Jezus, pik! De kerstboom is weg, jongens. Het is gelukt. Dat onderstelletje waar het op stond, dat statiefje, dat was echt niet eraf te krijgen. Maar we draaiden gewoon de verkeerde kant op, dus het was gewoon misschien een beetje dom. Maar even die troep opzuigen, die twee zakken wegdoen, of die drie zakken, en dan... dan is hij weg, jongens. Voor altijd. Chef, wat gaan we eten? We gaan even een... kan je een grote pakje nodig? We gaan een nassietje maken, vriend. Een nassietje? Ja, man. Lekker, met veel kip. Ja. Hebben we nog gebakken uitjes? Neem maar mee voor zekerheid. Hadden we nog wel even. Maar kan niet kwaad. Eigenlijk kookt Ruben 9 van de 10 keer in huis.
Bijna altijd wel. Ja. Doe je het met recept? Nee. Dit pak maar gewoon. Pak maar een beetje wel, ja. Goh. Schud het zo uit de mouw, hè? Niet normaal. Pip, ik heb iets belangrijks. Ik heb echt iets belangrijks. Ik dacht dat dit altijd handig. Heel belangrijk. Maar wil jij hem nu? Ja. Was lief. Ah. Alle lampen boven staan op blauw, maar moet je eens even kijken, jongens. Die hoek is nu zo leeg. Wat gek, joh. Vind je het ook niet een beetje leeg nu? Is het ook, maar en het is een beetje groot. En het is een beetje blauw allemaal hier. Hey Google, maak alles in de woonkamer rood. Goed, ik verander 3 lampen naar rood. Blijft toch leuk, hè? Ja, het is toch leuk. Ruben is aan het douchen en Willem en ik gaan toch nog maar eventjes een stukje verder kijken van Lord of the Rings. Wim, kom zitten. Ja, ik kom wel. Oh, kijk eens even, er wordt een wijntje ingeschonken. Bolhapjes op tafel. Jongens, ik kan hier echt van genieten. Gewoon lekker voor de tv zitten, filmpje kijken. Het zijn de kleine dingen wil in het leven. Je moet zelf een feestje maken. Ja, je moet er zelf een feestje van maken. Helemaal tijdens de quarantaine. Ja. Jongen. Hey. Proost. Proost. Ja, ik ben weer vergeten af te sluiten. Want dat komt omdat Willem en ik in slaap zijn gevallen tijdens het kijken van Lord of the Rings. Omdat onze bank natuurlijk gewoon zo hartstikke lekker fluffy is. Maar goed, vond je deze video leuk? We hebben iets minder gedaan dan normaal. Maar goed, het is eventjes niet anders. Maar goed, vind je deze video nou leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later!